ander vraagje. We zitten nu in 2008. 2016 had je natuurlijk prachtige Olympische Spelen. 2020 staan die volgens mij weer op de planning. Maar je bent inmiddels ook 32. Hoe plan jij jouw carrière ook met, je bent getrouwd, gezinsleven. Hoe kijk jij daarna? Ja, uiteindelijk wil ik natuurlijk wel kinderen. Maar het is, ja, ik ben me nu helemaal op Tokio aan het focussen. Spelen 2020 is belangrijk. En ja, daarna zal het op een gegeven moment zal het wel komen. Maar het is niet zo dat ik precies in mijn hoofd heb van, nou, ik moet dan zwanger zijn en dan een kind en dan kan ik dat toernooi weer meedoen. Dus ja, zo werkt het ook gewoon niet. En ik weet ook dat ik daar relaxed over moet zijn. En daarom heb ik ook gewoon eigenlijk iedere dag, het is ook een soort van motivatie. Dat ik nu wel me 100% op het lopen focus, moet ik ook gewoon alles goed doen. En ik moet er dingen voor opgeven. En ja, soms trainingen doen die ik niet leuk vind om te doen. Maar ik heb zoiets van, ja, zolang ik dat nu doe, moet ik het gewoon goed doen. En ieder toernooi proberen zo hoog mogelijk te eindigen. Dat ik op een gegeven moment ook tegen mezelf kan zeggen, oké, nu ben ik er al klaar voor om er in ieder geval een jaar tussenuit te gaan. En ja, om dan zwanger te worden en een kind te hebben. En dat je dus zeg maar kunt zeggen van, oké, als het nu klaar is, dan is het ook gewoon klaar. Maar als je terug kunt komen van na een zwangerschap, dan is dat natuurlijk ook mooi. Ja. Want je ziet hier inderdaad, die mannen lopen hier rond. Bashir Ab, die net 7 weken vader. Ja. Koena, 22 maanden een kindje. En dan, ja, dat gaat dan wat makkelijker. Ja, dat is natuurlijk niet eerlijk. Dat ik moet mijn carrière daar wel voor stopzetten. En dat is, ja, zo is dat nou eenmaal. Maar dat moet je dan gewoon een beetje plannen. En zolang je in ieder geval wel 100% op het lopen focust, moet je er wel gewoon echt alles uit proberen te halen. En is iedere wedstrijd ook gewoon belangrijk. Is er zoiets dat als vrouwen een paar maanden zwanger zijn, dat ze sterker zijn dan ze zijn? En dan, je hebt een aantal vrouwen die echt nog bewust op een toernooi in de beginfase van hun zwangerschap waren. Ja. En daarna zou dat dan ook zo zijn dat je dat zo ver zou uitzoeken om dan nog precies bijvoorbeeld, zeg maar wat, één keer heel mooi te pieken bij een Olympische Spelen? Nou nee, maar het lijkt me sowieso te veel risico om zoiets te doen. Want je weet toch helemaal niet hoe je erop reageert. Maar verder is dat ook, volgens mij is een zwangerschap niet zo makkelijk te plannen dat je zegt van oké, en nu zijn we zwanger. Dus dat vind ik onzin. Ik hoor ook wel eens van die verhalen dat ze dat vroeger deden of zo. Maar nou goed, het is, daar ben ik absoluut niet mee bezig, nee. Hoeveel kinderen zou jouw ideale gezin dan zijn? Hoeveel kinderen? Ja, ik weet niet. Ik denk misschien 2, maar ik heb geen idee eigenlijk. Het is niet dat ik echt een bepaald nummer aantal in mijn hoofd heb. Ik weet een meisje waarmee ik wel eens train in Australië, die zegt altijd dat ze 6 kinderen wil. En ze is volgens mij 2 jaar jonger dan ik. En dan zeg ik altijd van, nou, dan moet je nu wel beginnen, hè? Ze zegt, ja, maar ik wil ook nog wedstrijden lopen. Ik zeg, ja, zie, je kunt wel alles willen, maar ja, je moet uiteindelijk ook keuzes maken. Je hebt nog een zus en je bent zelf van een tweeling. Zijn er meer tweelingen in je familie? Nee, dat niet. Ze zeggen ook dat het de generatie overslaat, hè? Maar ja, goed, het kan natuurlijk altijd.